Ik heb jou zo gemist. Jij mag kiezen wat we gaan eten. Eet Amir ook mee? Nou, die is naar de fysio, maar ik denk dat hij in het ziekenhuis is blijven hangen. Oh. Ja? Hey. Heb je zin om zo even naar de koning te komen? Sorry? Ik dacht, misschien heb je zin om even een drankje te komen doen? Nee. Vind je Duitse vriendje dat niet goed? Waar heb je het over? Nou, ik snap wel waarom je het niet tegen mij verteld hebt. Je was natuurlijk bang dat het zou opgeven. Maar geen zorgen, hè? Nog geen 1000 Duitsers houden mij tegen. Wat lul je nou? Nog geen 1000 Duitsers zullen mij naar jou toe krijgen. Nou, ik spreek je nog wel. Nou, ik hoop het niet. Die gast is echt gek. Hij denkt dat hij gewoon verder kan gaan waar hij maanden geleden is gebleven. Nou, volgens mij heb je hem nu wel redelijk duidelijk gemaakt dat dat niet gaat gebeuren. Zullen we bestellen? Thijs. Daar houdt Amir toch ook van? Ja. Okay. Gaat het eigenlijk er wel helemaal goed komen met die hand? Ja, er zit nog steeds vooruitgang in. Het grootste probleem was ook niet zijn hand, maar hij is gewoon heel erg van slag geweest door het hele gebeuren. Hebben ze die man al nog opgepakt? Ja, nou, die is overleden. Ja. Nu kan Amir niet anders dan los.